voor een clinic van Dinja van Mieren. Dus dat is super leuk. Hij heeft zijn stang en trensie in vandaag. En dan een keer terug naar stang. Zo. Ja, belonen. Niks meer aan doen. Weer verbazendwekkend vroeg. Ja. En we zijn onderweg naar Westervoort. Ja. Voor een clinic van Dinja van Mieren. Dus dat is super leuk. Hoe is natuurlijk met ons mee? Ja. Anders kwamen we niet zo ver in de clinic. En we moeten nog een uurtje. Wij zijn aangekomen. Oh my god. We hebben dus een clinic van Dinja van Lieren. En Dinja van Lieren heeft verschillende hengsten altijd gereden, volgens mij. Capri-zonne was mijn lievelings. Dus wij zijn geïnfluenced. Ja. En wij gaan even nadoen. We zijn hier met Boki. En Jamie heeft spierpijn. Niet lachen. Het is wel grappig. Dus we gaan Bo even uitladen en even zijn strontkont schoonmaken, want die heeft hij weer lekker onder gesmeerd. Ja, zoals altijd. En dan gaan we hier een beetje losrijden en dan hebben jullie 3 kwartier les volgens mij. Ja. Dus dat gaan we even proberen te filmen en ik ga even proberen foto's te maken, dus het wordt weer een uitdaging. Waarbij ik een extra groen nodig als iemand een vacature wil accepteren, ja, reageer een vacature even. Open. Reageer even met wat je wil betaald hebben, zo we betalen alleen maar in eten. Nee, we betalen, ik wou net zeggen. Doe even niet je stang open, schat. Ja, on my way. Doe. Lekker gewerkt, Bo, dit is echt niet om... Is hij los? Ja. Oh, wow. Oké. Ja, braaf, goed zo. Wauw, hij gaat ooit nog leren om recht van de... Wauw! In je eentje recht van de klep gelopen. Oh, waar zijn we nu weer, denkt hij? Kom, hallo, hallo. Terug. Ja, snurk, snurk. Koek, koek. Hij denkt, we zijn niet bij Nancy. Wow. Kom, Bert. Sukkel. Bootje is bijna klaar. Kijk dit mooie nieuwe Kingsland dekje. Met bijpassend shirt. Hier. I love it. Ja? Hij heeft zijn stang en trensie in vandaag. We hadden deze week een paar keer afgewisseld. En hij liep eigenlijk het fijnst op de stang en trens. Dus we gaan het nog even aankijken. Maar zoals het er nu uitziet vindt hij het heel fijn. Ik wil het wel gewoon af blijven wisselen. Ja, dat sowieso. Met een stang en trends. Dat vind ik gewoon. En hij moet ook gewoon kunnen lopen op een trends. Ja. Maar qua verfijning is het op dit moment fijner met de stang erbij. Ja, je bent zo knap. En alert. Hij is een beetje wild. Hij is zo knap. Hij is super knap vandaag. Hij ziet daar iets. Nog iets in de stelling Nog iets meer opzij. En als je met je binnenbeen komt, dat hij echt een beetje opzij komt. Dat hij echt een beetje zo schuift. Door die linkerkaak. Zo. Dan moet ik het iets kleiner maken. En dan weer door die linkerkaak. Nog een beetje meer buigen. Nog een beetje meer stelling. Buitenteugel bijhouden.
Maar wat opzij lijken, maar een beetje opzij. Die buitenpeurde aan, hoor. Dat je niet even over die buitenschouder weg moet. Achterhand opzij. Achterhand opzij. Kom, achterhand opzij. Achterhand opzij. Voel je dat die nog niet zoveel met die schouders zo naar buiten viel op? Nog ietsje meer met je buitenpeurde die schouders naar binnen sturen. Dus die schouders wat naar links sturen. Met je rechterhand tegen de hals. Juist, en dat nog meer die achterhand alleen opzij zit. Juist, dat die een beetje losser wordt en dat stukje achter het samen. Zo, zet hem opzij. Houders naar links. Houders naar links versturen. Houden bij die handen iets naar links. En die achterhand op, ja, achterhand opzij. Dat. Die achterhand opzij. Achterhand opzij. Mooi, niet in de hand. Dan doe je echt wat voor jou te doen. Ik wil in ieder geval op een klein beetje kast gaan. Naar voren. Kom, ga maar naar voren. Ja, en van voren. En ja, juist. Dat is dan goed. Oké, en remmen. Goed. Nog een beetje remmen. Goed, nog een beetje remmen. Juist, aan de zijde nog een keertje naar voren. Zeg naar voren slaan. Dat je aan het eind een keer een kleine volte stuurt. Hè? Dus volte van 8 of 10 meter. Naar voren. Juist. Naar voren. Draaien. Draaien. Het is nog een beetje groot. Echt een kleine volte. Ja, je ziet echt een beetje terug. Echt een beetje recht. Ja, en dan wat naar voren. Ja, en stuur maar een volt, kleine volt. Draai. Ja, juist. Daar moet hij echt terugkomen. Goed zo. En goed opletten dat je in die volt niet te veel beweegt. Als het echt uitvalt, dan mag je wel een keer been geven. Maar dat je niet heel veel tijd moet duwen. Hij moet zelfs een beetje terugkomen. Hij moet zelfs een beetje afremmen. Juist, een volt. Zo, volte. Volte, volte, buitenkeur, draaien, juist, draaien, hoog, rem. Ja, dat je hem hier echt een beetje leert sluiten, snap je? Dat hij echt een beetje meer terug komt in de volte. Even een kleine volte draaien. Juist. Nog ietsje terug. Goed zo. Dat is al een beetje het begin voor zo'n eenvoudige wissel. Kom, ja, nog een keer naar voren. Ja, want als je been geeft, die echt naar voren toe reageert. Hè? Dat is echt weg. Dat die niet dan ook nog een beetje terug blijft hangen. Been, ga maar naar voren. Kom, ga maar naar voren. Ja, oké. En een kleine volgen. Buitenveld tegen de hand. Stuur. Volg. Nog iets sturen. Ja. Oké, doe hier zo op het midden nog een keer. Een kleinere volte. Ja, nee, hier gewoon op het midden. Ja, dus op het midden. Volgen, dan weer door je rechterkaak. Door je rechterkaak kunnen zetten. Nog ietsje meer naar het midden, die volte. Zo, nog ietsje. Kijk of je nog iets meer terug. Juist, dan word je weer terug. Ook hier, buiten teugel tegen de hals. Voel je dat hij een beetje met die schouders naar buiten toe loopt? Ja, dat. Dat. En dan een keer terug naar stap. Zo. Ja, belonen. Niks meer aan doen. Niet anders doen dan dit, dan is het goed. Prima. En opvangen. Hoog, remmen. Hoog, rem, draai, buiten, rem, nog ietsje rem. Niet te veel been. Probeer je been lang te houden. Ja, en pas als die er echt uitvalt, dat je dan pas even een keer een por geeft. Nog eens een keer hier een volte. Terug naar komen, zonder heel veel been te geven. Probeer je been lang, laat het hem zelf doen. Ja, en in naar links. Nog ietsje terug. Schouders naar links. Denk aan die schouders naar boven. Ja. Ja, en dan een keer voorgeven. Kom, dan. Ja. Nog een keer in die volte.
Hij geeft eigenlijk helemaal niks hoor, dat hij er een keer uitvalt. Maar dan moet je een keer streng zijn met je been. He, dat je de hele tijd je been juist langer, maar als je er uitvalt, dan zeg je, ik bloem opschiet. En dan juist op je vel met je been. Zo, voelt hem nog ietsje kleiner sturen. Buiten teugel tegen de hals. Ouders een beetje naar binnen sturen. Ja, dat. Dat. Oké, en nu weer iets uit. Zo, kom, ruim weg. Ruim weg naar boven. Ah, prima. Prima. Oké, weer een keer die volte hier zo op midden. Buiten teugel tegen de hals. Remmen, dat je been mooi lang kan houden. Ja, schouders naar links. Schouders naar links. Schouders naar links. Schouders naar links. Ja. 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 Oké. Okay. En ik geef mezelf. Ja, dan mag je best een beetje meer doorremmen naar stap. En ik zou, het moment is zeg maar belangrijk. Toen ik zei van oké, een keer terug naar stap, dan was hij eigenlijk mooi verzameld en daarna liefst hij weer ietsje zo bij je weg. Je moet echt kijken dat je echt terug, stap. Aangelopen hier. Zo, hier ook hè. Waar gaat die schouder naartoe? Ja hè, heel erg naar buiten hè. Nog een keer terug. Hoop. Schouder een beetje naar links houden. Ja, ja, schouder naar links. Dus je buiten de teugel tegen de halve is je aangelopen. Ja, goed gedaan. Niks. Buiten tegen de hals. Hier ook. Oh, waar gaat schouder naartoe? Nu nog. Schouder naar links. Buiten tegen de hals. Ja. Ja, dan hebben we wel eens die schouder naar rechts aankomen. Ja, gewoon recht. Schouder naar links. Schouder naar links. Schouder naar links. Ja. Schouder naar links. Dan voel je dus nog een stukje scheefheid, hè? Ja, ja. En dat die scheefheid is ook gewoon dat hij daar nog een beetje sterk moet worden, hoor. En dan moet je hem nog even een keer recht maken. Schouders naar links. Schouders naar links. Nog meer. Schouders naar links. Stuur de schouders naar binnen. Ja, en dan mag je best voor mij een klein beetje met je binnenbeen opzij zetten. Ja, doe het met je binnenbeen opzij. Schouders naar links. Zet hem opzij met je binnenbeen. Ja, schouders naar links. Buiten op tegen de hals. Dan moet je binnenbeen een klein beetje opzij. Ja, ja, daar. Schouders naar links. Nog meer buiten. Ja, goed zo. En linkerbeen, hè? Linkerbeen. Want dan komt hij ook met die achterhand weer heel erg naar binnen. En dan gaan die schouders wel naar binnen, maar die achterhand komt nog veel meer naar binnen. Schouders naar links. Met de linkerbeen zet je hem een beetje opzij. Ja. Ja, en opzij. Ja, buiten teugel. Schouder binnenwaarts. Steek maar schouder binnenwaarts. Linkerbeen. Zo, ja. Schouders naar links. Ja, schouders naar links. Zo. Zo, buiten teugel. Schouders naar links, linkerbeen. Zet hem opzij van links. Zet hem opzij. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Schouders naar links en dan een keer terug naar stap. Stap. Doorrennen. Dat is heel beter, man. Ja. Maar denk aan die overgang dat je echt doorrent. Denk van mij even naar hals. Ja. Eigenlijk is dat dan nog beter dan Ja, ja, dan heb ik liever dat je hem dan gewoon een soort stil zet. Want dan is hij eigenlijk best wel goed voorbereid. En dan laat je hem nog net iets te los in die overgang. Waardoor hij dan nog net zo'n dribbel maakt. Dan mag je van mij echt best wel doorrennen. Maar het zit hem dus, en rechts deed het eigenlijk heel goed, het zit hem dus links om echt in dat stukje dat hij scheef is, hè? Ja, en dan gooit hij heel die schouder zo naar buiten en daardoor gaat hij niet echt zitten. Nee. Zodat die schouders naar binnen stuurt, dat hij recht is in dat lijf. Ja, en dan goed opletten, want een paar keer, ja, dit, wat je doet is nu heel goed. Want nu duw je ook met je binnenbeen die achterhand een beetje naar buiten. En want wat je een paar keer deed, dan stuurt die schouders wel naar binnen, maar dan kan die achterhand ook nog veel meer mee. Je moet echt die schouder naar links en achterhand naar buiten. Goed zo, door die weg te gaan. Doe de deur eraan. Ja, zet die schouder binnen maar voor in. Ja, rechterbeen. Goed zo, en rechterbeen. Tik, 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 rechterbeen. En dan je been weer iets ontspannen. Goed zo, tik, 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 rechterbeen. En dan je been weer iets ontspannen. Goed zo. Tik, 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 rechterbeen. En dan je been
iets ontspannen. Is mooi. Is mooi. Buiten is heel mooi. Voel je dat als je van tevoren die stelling voor elkaar hebt, dat het eigenlijk met die schouder binnenwaarts heel veel makkelijker. En dan moet hij dus eigenlijk alleen, maar een keer andere kant. Dan moet hij dus eigenlijk alleen nog maar voor je benen uitblijven. Dus je goed oplet dat je ook in die schouder binnenwaarts niet gaat duwen met je been, maar dat je eigenlijk gewoon zegt tik en dan een keer los en tik en dan weer een keer los. Dan moet je gewoon zelf blijven lopen. Ik ga niet iedere pas tegen zitten duwen. Gewoon een duwpartijtje. Oké, okay, stel je hier op. Stel je al gaan. Door die linkerkant. Door die linkerkant. Door links, door links. Ja. Kom, ik tik met je linkerbeen. Kom, ja, en ontspannen je linkerbeen. Ja, en ik tik met je linkerbeen. Kom. Zo, ja, dat je zelf door blijft lopen. Ja, stelling naar rechts. Stelling naar rechts en allebei de handen naar links. Mag nog ietsje meer stelling, ik vind dat niet verkeerd hoor, maar mag nog ietsje meer stelling vragen voordat je die kan hebben. Nog ietsje meer stelling. Nog ietsje meer stelling. Buigen naar rechts. Buigen naar rechts. Door die rechterkant. Aan die linkerkant. Ja. Aan die linkerkant. Goed. Goed. En dan allebei die handen naar links. Ja. Prima. Heel mooi. Heel mooi. En denk aan niet tik, 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 tik met je benen. Hè. Tik, tik en dan weer los. Even ontspannen. Ja, dat je zelf blijft lopen. Goed. Goed. Maar hier hoef jij niet meer buiten te hebben dan dit, hè? Hoef je dat dan tempo een beetje op te voeren? Ja, nou, het tempo vooral, het moet eigenlijk niet eens harder, maar vooral dat je je benen er gewoon af kan doen. Ja. En dat je voelt dat je een keer tik en dat er dan dus een reactie komt en dat je dan gewoon je benen eraf kan houden. En ook als je denkt van, nou, ik kom heel erg veel terug, toch gewoon even je benen lang doen. Kijk maar wat er gebeurt nou als hij stilvalt. Dan geef je een por van, hey, hallo, dat zijn jullie. Ja, allebei handen bij het sturen. En hou je benen staan. Wees stil. Wees stil. Hou het niet. Ja, dan mag ik je aantikken. Ja, dan mag ik je meegeven. Dan valt hij stil en dan doe je niks. Zo. Zo, snap je wat ik bedoel? Ja, je moet daar gewoon consequent zijn. En nou, dan valt hij een keer stil, maakt het niet uit. En dan moet je zeggen, nee, dat mag niet. Maar je zit eigenlijk al heel tijd te duwen van, oeh, die stilvalt, niet stilvalt, niet stilvalt. En als je dan stilvalt, dan ben je niet streng. Dat is wat ik bedoel. Je moet hem gewoon wel die fout laten maken. Want jij, als jij een kindje hebt, moet je hem eerst het koekje laten stelen. En dan mag je pas zeggen, nee, dat mag je niet doen. Als je altijd zegt, nee, mag niet hoor. Nee, mag echt niet. Snap je wat ik bedoel? Ik houd hem als het ware soort in de hout. Maar laat ik hem maar gaan doen. Laat hem maar fout maken. Laat hem niet fout maar gaan. En dan zeg ik, hé, hallo, dat is ook niet mag. Oh ja, oh ja, dat je been kan ontspannen. Goed zo, prima. Prima, meer ontspannen. Ja, ja, ja. Voel je? Heel makkelijk vooral, hè? Ja, maar zie je dat het ook helemaal niet nodig is om de hele tijd te gaan duwen? Je moet hem gewoon uitleggen dat je dat niet wil. Oh, schattig. De girls gaan even eten. Wij zijn thuis. En Xanto Boy miste zijn broer al. Hij is helemaal opnieuw gevlochten. Staartje en de vlecht. Manen en de voorpluk. En dan ga ik jullie nu laten zien hoe die van schoon wit paard naar vies paard gaat in 5 minuten. Daar zo, bij die merries die aan het hekwerk staan, gaat hij erin. En daar is een levensgrote plas met water. Nou ja, modder. En, auw, daar moet ik hem erin laten. Dus ik heb dit systeem even zo gemaakt. Dan hoef ik zelf niet door de modder te lopen. Very smart. Nou, zijn jullie er klaar voor? Zoals jullie zien kan hij de hele dag door hooi eten op de wei. Vandaar ook dat zijn buik weer groeit. En dit is de beruchte plas waar ik het over heb. Deze. Hoi meisje. Kijk, dit is dus wat ik bedoel. En toen was hij weer vies. Ja. Niet mij vies maken. Nee. Hij is aan de kant. Shh. Shh.
Lekker, Bo. Hij is boos op zijn meisjes. Yummy! Oh, dat is fijn. Nou, Bo is zojuist van naar binnen gekomen. Hij heeft nog even buiten gespeeld. En zoals jullie konden zien op de video, is hij vies geworden. Dus ja, maar ja, mag in ieder geval paard zijn. Dus morgen borstelen we dat wel weer vanaf. Hopen dat jullie het een leerzame video vonden. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik ga hard trainen thuis met tips. En dan, als jullie nog vragen hebben, kun je ze natuurlijk altijd in de comments stellen. Vergeet niet te liken en te abonneren op ons kanaal. Bla 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 bla. En tot de volgende keer.